We staan hier bij onze nieuwe RGT Reform, een bakwaardige tarwe met een hele goede deegkwaliteit. Reform is, zoals u ziet, is relatief kort, is vroeg. Een mooie tarwe die goed resistent is tegen fusarium en bruine roest. Op gele roest zal de nieuwe Physio Warrior een rol kunnen spelen, waardoor dus de ziektebestrijding wel enige aandacht vergt. Reform is, zoals ik zei, goed op fusarium en daardoor zeer geschikt voor tarwe op tarwe of tarwe naar maïs. In dat soort gewasrotaties kan Reform prima mee. Nou, Reform heeft hele leuke opbrengsten, is vorig jaar op de rassenlijst verschenen en denken wij een topper voor de komende jaren.